Goed, we gaan starten. Welkom allemaal. Voordat ik mijn verhaal afsteek, mijn collega's even vragen. Is iedereen aanwezig? Ik kan dat namelijk niet zien. Sammy? Remco, ik ben er, Hans. Jij bent er. Mariette is er. Ja. En ik neem aan, ik kan uiteraard niemand zien. Ik kan ook niet een of andere statistiek zien dat laat zien dat iedereen die zich heeft ingeschreven present is. Dus ik heb mijn computer voor me en een heel klein lichtgroen stipje dat mij laat weten dat de camera werkt. Welkom iedereen, ik ben Remco Pijpers van de Stichting Kennisnet. Welkom bij dit webinar over digitale geletterdheid in tijden van corona en in de toekomst. Bedoeld voor mensen werkzaam in het voortgezet onderwijs. We gaan vandaag anderhalf uur lang bezig zijn. Ik zal het programma er even bij halen. We beginnen met een uur inhoud. Wat verstaan we onder digitale geletterdheid? Waarom is het nodig? Er komt ook nog wat context en perspectief bij in relatie tot curriculumvernieuwing is nog niet helemaal zeker, maar we zeggen daar ook het nodige over. Waar komen we vandaan en waar staan we nu? En vervolgens hebben we een aantal sprekers. Ik ben daar één van, ik zal de derde spreker zijn. En we hebben ook nog een aantal andere mensen van SLO en iemand van Kennisnet die ook een verhaal vertelt. En dan is het plan dat we zo rond 4:55 misschien eerder een pauzeren. En daarna verder gaan met het laatste half uur waarin we iets zeggen over praktijkonderzoek dat we van plan zijn. En waar u zich mogelijk voor gaat aanmelden als u enthousiast hebben weten te maken. Goed, de spelregels eerst. Alleen de sprekers hebben een volumeknop en zijn te horen. U als deelnemer komt niet in beeld. Dus de opname die we maken, vooral voor eigen gebruik. En voor de enkeling die er echt niet bij kan zijn, die we het willen nasturen. Maar de opname is vooral voor eigen gebruik en kan ook met de deelnemers worden gedeeld. Heeft u een vraag, dan kunt u rechtsbovenin in het chatvenstertje met een vraagteken erin klikken en daar een vraag stellen. Mijn collega Harriet is gereed om die vraag te publiceren. Ik verwacht dat er behoorlijk wat zal binnenkomen. We hebben heel veel deelnemers. 160 mensen hebben zich aangemeld. Niet alle vragen kunnen in deze sessie worden beantwoord. Maar we zullen sommige vragen toch behandelen en publiceren in dat geval. Elke spreker sluit zoveel mogelijk af met een open vraag. En in de chat kunt u daar dan op reageren. Even iedereen voorstellen. Hans de Vries zou aftrappen. Hans is van SLO. En ook coördinator van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van curriculum.nu. Zijn collega Allard Strijker, leerplanontwikkelaar en expert Digitale Geletterdheid. Ook hij zal zo een verhaal vertellen over de inhoud van Digitale Geletterdheid. Mijn collega Harriet houdt de chat in de gaten. Laat ons af en toe weten wat de rode draad is van alle reacties. Mijn collega Nadja, adviseur Digitale Geletterdheid, houdt ook zo een verhaal, een praktijkvoorbeeld. Ik ben strategisch adviseur digitale geletterdheid en zal straks ook nog kort iets zeggen. Goed, wij gaan naar Hans toe, die ons iets gaat vertellen over context en perspectief. Hans, jij hebt ook gewoon doorgewerkt in deze tijden van corona. Ja, zeker Remco. Dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik zit al 3 maanden op mijn zolderkamertje, ja. waar ik nu ook weer zit. En met behulp van alle digitale middelen die we maar hebben, loopt het allemaal gewoon door. En kan ik zeggen dat het nog druk is ook. Dus ja, wat dat betreft, heb je ook veel contact gehad met leden van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van curriculum.nu, waar jij... We hebben incidenteel via de WhatsApp contact. Het ontwikkelteam is eigenlijk sinds vorig jaar oktober niet meer officieel in functie. Hè. Toen zijn de adviezen aangeboden aan minister Slob. Maar we hebben nog steeds een WhatsApp groep. En zeker wanneer er weer iets gebeurt in de politiek, hè, zoals vorige week. Het Kamerdebat en het indienen van de moties over curriculum.nu.
Dan is er weer even activiteit. En tussendoor worden de kinderen geboren. Dus er is best veel contact nog met de leden van het ontwikkelteam. Dat klopt. Ja. Oké, nou Hans, aan jou de vloer. Ja, nou ja, ik wilde eigenlijk een aftrapje geven op, vooruitlopend op het tweede deel van van deze webinar na 4:30. Hè, als we proberen samen met geïnteresseerden te praten over wat kunnen we nu doen met wat de afgelopen maanden is gebeurd. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Plotseling kwamen de leerlingen thuis te zitten en moesten scholen hun onderwijs op afstand verzorgen. En dat heeft gezorgd voor een digitale revolutie. En in een paar dagen tijd, soms een week tijd, gebeurde wat in jaren eigenlijk niet gelukt was. Namelijk, digitale technologie kreeg een centrale plek in het onderwijs. Lesgeven op afstand, huiswerk uitdelen, innemen op afstand. Alles gebeurde via Zoom, Teams of noem maar op. Daarnaast werd er natuurlijk ook nog wel een beroep gedaan op de analoge middelen. De pakketjes met leermiddelen die samen werden gesteld, die door leerlingen of ouders werden opgehaald of die door sommige scholen zelfs werden langsgebracht. En we zagen ook dat ouders zich in hoog tempo moesten ontwikkelen tot leraar of lerares van hun eigen kinderen. Wat soms goed ging en soms wat moeite kostte. De ene school leunde wat meer op digitale technologie dan de ander. Maar ik denk, we hebben geen enquête gehouden, maar ik denk dat de meeste scholen toch echt wel heel erg veel gebruik maakten van het digitale instrumentarium. En dat geeft aan, dat toont aan, hoe belangrijk digitale technologie in onze samenleving is. En ook voor het onderwijs is en kan zijn. Het is niet meer weg te denken. En eigenlijk moeten we toch proberen daar zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Als scholen die digitale technologie niet hadden gehad, was het onderwijs gestopt. Inmiddels komen scholen langzamerhand weer op gang. De basisscholen in een wat hoger tempo dan de scholen voor voortgezet onderwijs. En de grote vraag is of scholen de sprong die ze hebben gemaakt ten aanzien van het gebruik van digitale technologie, middelen, of ze die ook inderdaad weten te continueren. Want je hoort toch ook wel gaandeweg het hele traject wat kritische geluiden over onderwijs op afstand. En dan is de verleiding groot om, wanneer het niet meer per se hoeft, om weer in de oude patronen terug te vallen. En dat zou jammer zijn. Gelukkig zijn er ook wel geluiden van scholen die zeggen, wij willen wel doorgaan met die digitale technologie. Wat we hebben geleerd, dat willen we continueren. En ik hoop dat alle scholen die die sprong hebben gemaakt, proberen die te continueren, te consolideren en op basis van wat geleerd is verder te gaan. Dat vereist wel een periode van, nou ja, kritisch kijken, wat is er gebeurd, wat is er gelukt, wat is er niet gelukt, wat doen we vooral niet meer in de toekomst en wat vooral wel. En als dat gebeurt, dan is dat ook een mooie gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan. Aan de ene kant kun je het werken met digitale technologie om te leren binnen het onderwijs, al dan niet op afstand, want ook als de leerlingen in de school zijn, kan digitale technologie heel veel steun en mogelijkheden bieden. Mogelijkheden voor onderwijs op maat, mogelijkheden voor anders organiseren. Dus ook als de kinderen binnen zijn, is het verstandig om te kijken hoe digitale technologie zo goed mogelijk ingezet kan worden. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, door met die digitale technologie te werken, leer je er ook over. En dan ben je bezig met het werken aan digitale geletterdheid. En dat zou mooi zijn, en daar richten we ons ook op met het praktijkonderzoek, om die twee componenten te verenigen, aan elkaar te koppelen. Aan de ene kant het leren met digitale technologie en aan de andere kant het leren over digitale technologie. En dat noemen we dan digitale geletterdheid. Dit is de definitie van digitale geletterdheid die het ontwikkelteam eraan gegeven heeft.
Door om leerlingen te laten groeien tot actieve, verantwoordelijke, zelfstandige participanten in onze digitale maatschappij. Een klinkende volzin, een prachtige missie. Maar het is best nog een hele klus om dat voor elkaar te krijgen op scholen. En het is echt belangrijk dat scholen daar een rol in spelen. Want het blijkt dat heel veel kinderen toch dat niet vanzelfsprekend van thuis uit meekrijgen. Alex Strijker, mijn collega, die gaat zo wat dieper in op wat digitale geletterdheid precies is. Maar ik denk dat het wel goed is om nog even die twee dingen naast elkaar en tegenover elkaar te zetten, maar ook de verbinding te laten zien. Wat we gezien hebben met onderwijs op afstand de laatste maanden is vooral het leren met behulp van digitale technologie. Het leren ondersteunen, mogelijk maken door die digitale technologie te benutten. En om dat te kunnen doen, moeten zowel leraren als leraren enige kennis hebben van digitale technologie en daarmee om moeten gaan. Ze moeten dus in enige mate digitaal geletterd zijn. Dus je moet digitaal geletterd zijn om te kunnen leren met behulp van digitale technologie en te kunnen onderwijzen met behulp daarvan. Maar omgekeerd, al werkend met digitale technologie bij het onderwijs en het leren, leer je ook weer wat bij over die digitale technologie en raak je verder digitaal geletterd. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze verdienen allebei apart aandacht, maar het is heel mooi om ze in combinatie met elkaar te zien. Zeker na zo'n periode die we hebben gehad, een periode waarin scholen heel erg met leren met behulp van digitale technologie bezig zijn geweest. Er is bewust of onbewust ook heel veel aan digitale geletterdheid gedaan. En waar het ons op te doen is in het praktijkonderzoek, is dat zichtbaar te maken en dat te gebruiken als basis om verder te gaan. Nou, om dat te kunnen doen is het zeker nodig om goed zicht te hebben op wat digitale geletterdheid nu precies is. En wat scholen kunnen doen om digitale geletterdheid op hun school op een goede manier vorm te geven. En mijn collega Allard, die zal het stokje nu van mij overnemen en met u bespreken wat wij verstaan onder digitale geletterdheid. Allard, aan jou de vloer. Ja, ik ben even aan het zoeken naar mijn presentatie, want ik doe wat meerdere dingen tegelijk momenteel. Ik moet ook namelijk het produceren van dit ding even voor elkaar zien. Kan ik intussen in jou een vraag stellen, Hans? Ben je misschien dat vaak? Kan altijd, Remco, zeker. Ja, dan kan Allard nog even sleutelen. Ik heb hem al. Oh, je hebt hem. Okay, ja. Nou, ja, toch een vraag aan jou, Hans. Wat zijn nou de vragen die jij al binnenkrijgt over digitale geletterdheid? Vragen over digitale geletterdheid? Ja, welke vragen krijgen jullie binnen over digitale geletterdheid? In tijden van corona of daarvoor? Kun je er iets over zeggen? Ja, in tijden van corona ging het toch vooral over de vraag hoe krijgen we ons onderwijs georganiseerd met behulp van de digitale technologie. Daarvoor speelden vragen natuurlijk wel wat digitale technologie precies is. Hè? Of zijn dat nou digitale basisvaardigheden? Of gaat het ook om mediawijsheid? En hoe kunnen we het beste beginnen op scholen? En hoe gaan we het aanbieden? Gaan we het apart aanbieden? Of gaan we het integreren in andere vakken of leergebieden? Dat zijn wel vragen die spelen. Oké, nou over die inhoud gaat Allard nu vertellen. Succes, Allard. Ja, en daarvoor had ik eigenlijk even bedacht dat een van onze bekendste computers, dat we daar even een praktijkopdrachtje mee doen. Dus iedereen heeft vast bij zich in de buurt wel een telefoon liggen. En ik zou willen vragen om gewoon een hele simpele vraag aan dat ding te stellen. En dat is bijvoorbeeld: hey Siri, hoe oud ben ik? Maar lijkt geen dag ouder dan 29. Ik weet niet of jullie het precies konden verstaan, maar dit was ook wat ongeveer het antwoord was. En nu vraag ik me een beetje af in hoeverre er ook luisteraars zijn geweest die dezelfde antwoorden, of in ieder geval een antwoord hebben gekregen van hun telefoon, wat hier een beetje op lijkt. Het lijkt me sterk dat het overal hetzelfde is. Maar toch, van hoe bedien je nou eigenlijk zo'n telefoon? Stembesturing is al een manier die eigenlijk al veel meer gedaan wordt. Maar
op een iPhone werkt hij anders dan op een Android. En daar luistert hij echt niet naar Siri. Ook de vraag is van wat voor informatie krijg je nu eigenlijk te zien? Nee, ik denk niet dat iedereen een Apple heeft, maar daarom zeg ik al even. Het gaat er wel om dat je verschillende apparaten heeft. Ik zie hier in de Q&A een vraag van denk je nu echt dat iedereen een Apple heeft? Nee, het gaat er wel om dat je dus ook verschillende manieren hebt. Want ook op een Android telefoon, op heel veel telefoons, werkt die stembediening al. En kom je daar dus ook steeds meer mee in contact. En dan is ook wel de vraag van welke informatie krijg je nou eigenlijk te horen? Of welke informatie krijg je nou eigenlijk te zien? En waar komt die informatie vandaan? Zoals je hier misschien op het schermpje ziet, is dat Apple er tegenwoordig ook aan toe heeft gevoegd dat dit uit het stukje contacten komt. Dat is een hele leuke toevoeging, die hebben ze nog niet zo heel lang bij staan. Maar ik ben namelijk heel lang op zoek geweest of dat nou uit mijn Google kwam, of uit mijn iCloud, of uit mijn Exchange informatie. En dat zijn ook wel dingen waarvan je steeds meer afvraagt van waar komt nu eigenlijk informatie vandaan? Staat je op je telefoon zelf? Is het van jezelf? Of is het ergens anders opgeslagen? Is het online opgeslagen? Er zijn heel veel vragen die hier eigenlijk bij komen kijken als je dus zo'n actie uitvoert op zo'n telefoon. En heel veel heeft te maken ook met digitaal geletterdheid. Want wanneer werkt dit en wanneer werkt het niet? Dit werkt namelijk ook bijvoorbeeld niet als je geen verbinding hebt. Als je dus geen internet hebt, dan herkent hij je stem niet. Want wat gebeurt er? Je stem wordt verstuurd ergens naar een Apple datacentrum. Daar wordt hij geanalyseerd en zo komt er een antwoord terug wat naar je telefoon gaat. Er zijn heel veel vragen die je eigenlijk bij het gebruik van digitale geletterdheid, digitale technologie, waar je niet zo vaak bij stilstaat, maar wat op de achtergrond wel gebeurt. Nou, ook een van de leukere grapjes is, hebben computers humor, want hij vindt me nog steeds 29. Ik weet niet of ik daar nou blij mee moet zijn of niet, maar het is wel een leuk grappig antwoord wat er dan zo bedacht is door die programmeurs. Digitale technologie gaat tegenwoordig veel verder dan computers. We hebben het heel vaak over, zitten nu denk ik ook heel vaak achter een laptop of achter een pc, achter een groot scherm. Maar dat is niet de praktijk. In de praktijk zien we heel veel digitale technologie om ons heen, die ook al bediend moet worden op een specifieke manier. We hebben robotstofzuigers. Ik zag laatst in Utrecht de scanauto's voorbij komen die ook in een flits van een seconde je een boete uitschrijven. Dat zijn allemaal apparaten die in ons leven verschijnen en waar je ook mee om moet gaan. Ook op het moment dat je een abonnement afsluit, bovenin het schermpje, dan krijg je te maken met een chatrobot. Ook dat is meestal geen mens meer. Dus op die manier moet je steeds meer zien te interacteren met computers en apparaten waar computers in zitten. En dat zijn eigenlijk allemaal apparaten wat gaat over digitale technologie. Het ontwikkelteam waar Hans het net al over heeft gehad, heeft 6 onderwerpen bedacht waar digitale technologie ook vooral betrekking op heeft. Dat is bijvoorbeeld data en informatie, veiligheid en privacy, communicatie en samenwerking, digitaal burgerschap, digitale economie en digitaal creatief gebruik. Mensen die al wat langer met digitaal geletterdheid bezig zijn geweest, die denken van waar zijn de vaardigheden gebleven, want die waren ook al eerder benoemd. Informatievaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Dat zijn nog steeds de onderdelen die eigenlijk op al die thema's betrekking hebben. En waar je dan ook over na moet denken van hoe dat er in de toekomst uitziet en hoe je daarmee om moet gaan. En computational thinking is dus vooral nadenken over hoe je problemen oplost met de computer. Mediawijsheid, hoe ga je om met privacy, met media, met je eigen identiteit, je online identiteit. Digitaal burgerschap, hoe ga je met elkaar online om? Wat mag je wel en niet doen met elkaar? En communiceren en samenwerken is natuurlijk een van de onderdelen die op dit moment wel heel erg actueel is. En een van die dingen is natuurlijk het gebruik van Teams, waar we op dit moment ook vooral veel samen mee bezig zijn. En waar ook wel heel veel mits en maren aan zitten. En dan, we zijn eigenlijk afgelopen tijd al meerdere keren met scholen in gesprek geweest van hoe staat het nu eigenlijk met digitale geletterdheid? Wat zijn jullie aan het doen? En we krijgen vooral ook de opmerking, ja, we gebruiken heel veel online onderwijs. We gebruiken daar Teams voor of we gebruiken daar toch de digitale methodes voor. Maar dan wordt er vooral gekeken naar hoe gebruik je dit soort tools. Er wordt eigenlijk niet zo nagedacht over
de privacy aspecten of de manier waarop je eigenlijk omgaat met de data. Maar het zijn wel veel verschillende aspecten om over na te denken. En ook als je met docenten spreekt, dan zeggen die ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoe zit het eigenlijk met mijn privacy? Want ik word gefilmd. Soms wordt het ook zelfs opgenomen, dat wordt van mij verwacht. Er is eigenlijk soms ook geen enkele manier om daarmee om te gaan. Hoe gaat het met misbruik van opnames? Want leerlingen, die kunnen die dingen opnemen en ook verspreiden. Kunnen de filmpjes bewerken, kunnen foto's bewerken, kunnen foto's van maken. En ook als ik fouten maak tijdens het lesgeven, die staan dus wel mooi op video. En wat gebeurt daarmee? Blijft dat altijd staan? Of wordt het verwijderd? Of wat wordt daarmee gedaan? Daar heb je natuurlijk ook al te maken met iets van burgerschap. Van weten kinderen, weten leerlingen, weten ook docenten wel wat je met die gegevens mag doen. En soms weten ze het wel, maar dan nog is het soms ook moeilijk om daarmee om te gaan. Ik heb zelf 3 kinderen, eentje op basisonderwijs en 2 op voortgezet onderwijs. Die hebben afgelopen weken ook, maand ondertussen al, ook veel les gehad met Teams. En daar zie je ook dat er ook door kinderen steeds meer, die beginnen het gewoon te zien. En die beginnen ook daar achter de computer te zitten. En toch ook docenten die onzeker zijn. En op een gegeven moment zeggen ook van, ja, ben ik wel goed te verstaan? Ja meneer, u bent niet zo goed te verstaan. Misschien moet u even op Alt F4 drukken. En docenten die dat dan ook goed bedoeld doen, drukken op Alt 4 en sluiten zichzelf bijvoorbeeld af voor een hele sessie waar ze zelf aan het lesgeven zijn. Het zijn ook een beetje wat gedrag in de klas soms ook al wat is om de boel op stal te zetten. Maar dat gebeurt online ook. Het is ook een beetje ICT-basisvaardigheden. Want als docenten weten hoe dit soort dingen werken, wat een toetsencombinatie Alt 4 betekent, combinatie Alt 4 trouwens op een normale PC is dat je het programma afsluit. Dus je bent ook meteen je scherm kwijt waar je in zat te werken. Maar het zijn wel dingen van hoe ga je met elkaar om? En wat doe je wel als leerling? Wat doe je wel als docent? En dat roept allerlei vragen met zich op. Want, of dat brengt vragen met zich mee. Want ook zag ik al wel gebeuren van een leerkracht die zei van, ja, waarom hebben jullie eigenlijk die en die leerling, je hebt het niet af. En ik kan dat ook zien, kijk maar even en liet ook meteen de schermen zien wat op de achtergrond van de digitale methodes werkt. Dus je ziet ook allerlei data die je misschien niet direct zou willen delen. Nou, zo spelen er allerlei aspecten mee, ook het gebruik van digitale leermiddelen of digitaal lesmateriaal. Digitale boeken die even gedeeld worden op dit moment omdat het op een andere manier niet beschikbaar is. Ja, dat heeft te maken met copyrights. Het gemak waarmee je digitaal materiaal kunt gebruiken is mooi, maar brengt ook heel veel consequenties met zich mee. Nou, dan als laatste nog even werking en creatief gebruik. Wat betreft creatief gebruik zijn er docenten die heel creatief zijn met de manier waarom ze lesgeven. Maar wat je ook heel veel ziet is dat het een manier is die een beetje een continuering is van het frontaal lesgeven. Dat er een uur eigenlijk zo op deze manier wordt lesgegeven. En dat leerlingen maar moeten luisteren. En dan is het even de vraag van hoe hou je die concentratie vast. En dat vinden heel veel leerlingen toch wel heel moeilijk. Kortom, het meer kennis hebben van wat de mogelijkheden zijn, over hoe je daarmee omgaat, wat je wel en niet mee mag doen met data en informatie, hoe het zit met copyrights, ICT-basisvaardigheden, privacy. Het zijn allemaal aspecten die bij online en digitale technologie een andere wending en andere invulling krijgen. En waar heel vaak op dit moment nog niet over nagedacht wordt. Maar dat is wel wat digitale geletterdheid is. Dus om nog even kort samenvatting, Hans zei het net ook al. Digitale geletterdheid is niet zozeer het lesgeven met digitale technologie, maar het is ook het lesgeven over digitale technologie. En eigenlijk is het zo dat onze kinderen ook, die krijgen al 8 jaar basisonderwijs. Daarin moesten ze allerlei opdrachten doen met bijvoorbeeld Word.
En eigenlijk was voor het eerst hier dat een docent biologie op het voortgezet onderwijs ze ook vertelde over hoe je pagina's indelingen maakt, over hoe je nu dingen eigenlijk in Word gebruikt. Dus ook de ICT-basisvaardigheden, het opslaan van bestanden, het benaamgeven van bestanden, daarover nadenken, dat zijn ook dingen waar je in les zou moeten geven. En wat dus gaat over digitale technologie. Ja, ik heb nog één aanvullende vraag voor jullie. Ik ben wel heel benieuwd over welke onderdelen van digitaal geletterdheid krijgen bij jullie de meeste aandacht in school. Dus in de chat, als jullie daar antwoord op zouden willen geven, ik ben heel benieuwd, want zijn dat vooral ICT-basisvaardigheden? Gaat het ook over privacy? Gaat het ook over mediagebruik? Ik ben heel benieuwd. Dus als jullie daar iets over willen zeggen, heel graag. Dan wil ik nu graag Nadia het woord geven. Nadia die kan nog veel meer vertellen over de praktijk. Dus dankjewel. Nadia, zal ik het gewoon... Nadia zou aanvankelijk als eerste spreker zijn, maar nu doe ik dat. Nadia, is dat goed? Zeker, ja hoor. Oké, ik hoor mezelf enorm. Ik wil even de presentatie delen op mijn scherm met jullie. Even zien. Goed. We hebben als eerste spreker Hans de Vries gehad van SLO. Die heeft kort wat context en perspectief gegeven. Daarna kwam collega Hans Allard Strijker, ook van SLO, aan het woord over meer de inhoudelijke aspecten van digitale geletterdheid. Daar had hij 10 minuten voor en er zijn wel 2-3 uur aan te wijden. Dus hoe grondig we ook willen zijn, het kan helaas niet. In het deel dat ik wil toelichten, en ik ben Remco Pijpers, voor wie misschien net inschakelt, Remco Pijpers van Stichting Kennisnet. Ik wil kort even wat zeggen over hoe je een volgende stap kunt zetten in je schoolorganisatie met digitale geletterdheid. Want de meesten van jullie zullen ongetwijfeld al behoorlijk bezig zijn, behoorlijk aan de weg timmeren. De ene is verder dan de ander. Het is van belang te weten dat het nogal lastig is om in je eigen schoolorganisatie binnen een bestuur of op een school aangesloten bij het bestuur daadwerkelijk volgende stappen te zetten. Dus ik heb 3 tips verzameld waar u hopelijk wat mee kan morgen al of straks na deze sessie. En de eerste tip is de urgentie onderstrepen bij schoolleiding, bestuurder met behulp van onderzoek. Dat zal ik zo toelichten. Het starten vanuit je visie en deskundigheid in de Vierenbalans, het model van Kennisnet. En tot slot werk in bestaande leergebieden. Ook wederom, daar kun je heel veel over zeggen. Heel veel weten we ook nog niet. Dus ik heb niet de pretentie te denken dat ik op alle vragen alles beslissende antwoorden ga geven. Goed, de eerste tip. Maak digitale geletterdheid en de behoefte aan die volgende stap urgent aan de hand van onderzoek. Dit is een model dat komt uit Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid in maart verschenen. Uitgevoerd door de Universiteit van Twente. Te vinden op kennisnet.nl. En wat dit onderzoek zo bijzonder maakt is dat Twente een authentieke toets, zoals dat heet, heeft afgenomen bij kinderen tussen 10 en 14 jaar. Dus ze hebben praktische opdrachten gekregen op een scherm en we hebben de score bijgehouden. Dus de wetenschappers in kwestie hebben precies kunnen zien welke opdrachten goed gingen, welke minder goed en hoe dat dan te verbinden was aan leeftijd, schoolniveau. En ja, er komen interessante dingen uit. Hè. Om iets te noemen dat het onderwijsniveau van leerlingen invloed heeft op het niveau van digitale geletterdheid. Dat mag niet heel verwonderlijk zijn. Dat HAVO-VWO leerlingen significant hoger scoren dan de rest. En dat leerlingen uit groep 7 met een prognose voor VMBO het laag scoren. Ook niet verwonderlijk is dat vooral de hoogscorende leerlingen overwegend goed op vragen scoorden die betrekking hadden op het vinden van juiste informatie op internet en het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie. Wat wel heel interessant is dat die verschillen in digitale geletterdheid, waarvan we eerst dachten dat die vooral golden voor
HAVO-VWO versus VMBO en praktijkonderwijs, dat die verschillen ook heel erg zitten op het niveau zelf. Dus ook op het VWO zijn er kinderen die misschien heel goed zijn in Engels en geschiedenis, maar digitaal minder goed uit de voeten kunnen. En als je ze lesgeeft over digitale technologie, dan blijken ze nog behoorlijk wat achterstand te hebben ten opzichte van leerlingen in dezelfde klas die veel verder vooruit zijn. Voor VMBO geldt dat ook. Ook op het VMBO heb je kinderen die het juist heel goed doen. En dat maakt het al met al voor een docent nogal complex om die leerlingen en hun leerbehoeftes op dit vlak tegemoet te komen. Dus dat is waar we verder mee willen. We willen eigenlijk beter weten wat er nodig is, wat er gedaan moet worden, welk onderwijs nou voor welke leerlingen gaat werken, ook op het gebied van digitale geletterdheid. Het model dat jullie voor je zien, de cirkels, of hoe noem je dat, het Matroeska-tekeningetje, zeg maar. Dat laat zien dat er een opbouw lijkt te zitten in de ontwikkeling van digitale geletterdheid voor wat betreft het toepassingsgebied sociale media. Want daar is de leerlingmonitor, dat onderzoek daarvoor, op ingestoken. We hebben ze in een context van sociale media opdrachten gegeven. Dus in andere toepassingsgebieden kan dat weer anders uitpakken. Maar in het toepassingsgebied sociale media zien we dus dat de meeste kinderen behoorlijk goed gist zijn met privacy. Dus niet te snel privégegevens delen met anderen. In een opdracht bleek dat. En dat het computational thinking en het goed beoordelen van digitale informatie, dat vooral goed lukte bij de kinderen die op een wat hoger niveau zaten. En als je al die niveaus daaronder op orde had, dan lukte niveau 5 ook. En dus als je eigenlijk meteen begint met vrij complex computational thinking in je lessen, dan spreekt dat misschien behoorlijk wat kinderen tot de verbeelding, wat leerlingen tot de verbeelding in het PO en VO. Maar de kans is groot dat je ook leerlingen kwijtraakt, omdat het simpelweg te lastig is voor ze. Dit is slechts een eerste grondige manier van onderzoeken op deze manier. We moeten nog veel meer weten. Dat als je met digitale geletterdheid aan de slag gaat, dan is het zaak dat je in lijn met de grote opdrachten uit het werk van het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum Partout aan de slag gaat. Tegelijkertijd is het goed rekening te houden met kennis die we met dank aan de Universiteit van Twente hebben opgedaan. Dat je goed moet inschatten welk niveau je leerlingen aankunnen. En dat je vooral ook die basis niet moet overslaan. Dat je niet te snel moet denken dat ze dat allemaal kunnen. Tip 2, ik zei het al. Start als je digitale geletterdheid verder je organisatie in wil krijgen. Start niet zozeer vanuit die materiële randvoorwaarden. Want die staan nu ook weer centraal in tijden van corona. Het doet alles het. Begrijpen kinderen hoe ze kunnen ze de docent een beetje volgen? Heb je infrastructuur op orde? Anders gaat een les simpelweg nogal lastig doorkomen. Leermiddelen, hebben die op orde? Zijn het goede lessen als je het hebt over digitale geletterdheid? Nou, er is lesmateriaal in overvloed. Heel veel goed materiaal ook. Maar goed. We zijn eigenlijk toe aan het volgende fase. We hebben een fase van inspiratie achter de rug. We zijn heel druk geweest met mooie spullen op het gebied van digitale geletterdheid. Van programmeren tot mediawijsheid. En het is nu zaak om ook die linkerkant, meer die menselijke kant, op orde te krijgen. En dat betekent dus dat je visie beter moet uitleggen dan simpelweg de notie dat het belangrijk is dat alle kinderen digitaal mee kunnen komen. Ja, als je het daarbij laat, dan is de kans klein dat je iedereen meekrijgt. Je moet duidelijk maken wat de betekenis is precies van wat je met je visie bedoelt. Ja, als je aan de slag gaat met digitale geletterdheid, waarom doe je dat dan? Welke betekenis verleen je daar precies aan? En dan bedoel ik niet zozeer wat is je inhoudelijke betekenis, maar vanuit je waarden, de waarden die voor jouw school belangrijk zijn, hoe koppel je die aan digitalisering? En hoe zorg je dan dat je ten eerste aan de slag gaat met vakuitoefening? En dus dat is hoe je je vak inhoudelijk invult, zou je kunnen zeggen. Dus een geschiedenisles kun je prima, zeker nu in Teams doen. Maar als je dan ook nog aansluit op die leefwereld van leerlingen, denk aan Minecraft of Fortnite, dan laat je ook zien dat je belang stelt in die digitale leefwereld, waarin je het ook kunt hebben over die digitale leefwereldaspecten. Geschiedenisles staat centraal, maar je kunt daar wel degelijk digitale aspecten aan toevoegen. Dus dat is één, dat je hoe je betekenis verleent aan vakuitoefening.
Ja, als je het hebt over de drie V's onder visie die van belang zijn. Vakontwikkeling. Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van je vak? Of het nu geschiedenis is, of aardrijkskunde, of biologie, of Nederlands. Hoe kijk je aan tegen vakontwikkeling in relatie tot digitale geletterdheid? Hoe kun je die twee samenbrengen? En tenslotte je vakgenoten. En dat zijn die drie V's. Vakuitoefening, vakontwikkeling en vakgenoten zijn de V's die motiveren. En je zou kunnen zeggen dat de rechterkant van het model van Kennisnet vaak bureaucratisch van aard zijn en niet altijd motiveren. Die boel moet op orde zijn, maar de visie en deskundigheid en dan met name als je het hebt over vakuitoefening, vakontwikkeling en je vakgenoten, de samenwerking met je collega's, hoe je werkt aan je professionalisering, in dit geval in relatie tot digitale geletterdheid, die motiveren, daar zou je het gesprek over moeten aangaan. En ga daarover in gesprek en heb het nou vooral over betekenisvolle momenten die jullie verbinden. Dat kan zijn de zorgen die je hebt, liever nog wat je hoopvol stemt en hoe je vanuit hoop op de toekomst in relatie tot digitalisering met je collega's daadwerkelijk ook dat perspectief vindt. Goed voor je leerlingen, goed voor de school. Nou, de laatste tip. Ga aan de slag met bestaande leergebieden. Ik zei het al, hier kun je heel lang aan wijden. We zijn van plan om dat in de nieuwe versie van het handboek Digitale Geletterdheid te verschijnen in november. Behoorlijk wat aandacht aan te besteden. Het is nodig om van inspiratie naar integratie te gaan. En dat is zoeken. Dat willen we ook in het praktijkonderzoek gaan onderzoeken. Hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Hoe we scholen daarbij kunnen helpen. Maar goed, wat ik er nu al over kan zeggen. Als je bijvoorbeeld in een leergebied als mens en maatschappij met digitale geletterdheid aan de slag wil. Of in Engels of in taal. Dat het de moeite loont, kan lonen om vooral te kiezen voor diepgang in plaats van omvang. Dus ga bijvoorbeeld met een aantal collega geschiedenisdocenten je buigen over de vraag hoe je propaganda in de jaren 30 kunt vergelijken met desinformatie nu. Dan voer je dat experiment uit, je hebt het er met elkaar over en dan heb je op heel klein niveau iets gedaan met digitale geletterdheid dat je mogelijk kunt gaan uitbouwen. Dus diepgang boven omvang. Dat je ook goed moet nadenken als je gaat integreren. Wie je nodig hebt. Betrek wie je echt nodig hebt, dwars over alle lagen en muren van de school. Dus de schoolleider ligt voor de hand, die kan je helpen aan budget te komen, die kan je vrijmaken. En doe het niet alleen met de ICT'ers die ongetwijfeld al enthousiast zijn. Die hebt inclusiviteit nodig, zou je kunnen zeggen, binnen de organisatie. En kies ook voor kleine small wins in plaats van quick wins. Dus iets bijzonders of iets vernieuwends ontstaat niet door een groot gebaar, maar door aandacht voor alle details. Er valt ook nog heel veel meer over te zeggen. En voorbeelden van scholen die dat in mijn ogen goed doen, gaan we ook in het handboek op in. Cartesius 2 staat al in het huidige handboek Digitale Geletterdheid te vinden op kennisnet.nl, waarin ze filosofie en programmeren op een hele mooie manier koppelen, waarbij ze binnen databases van de gemeente Amsterdam op zoek gaan naar historische informatie. En je hebt dus enige programmeerkennis nodig om die informatie op te kunnen halen en vervolgens moet je dat in een paper verwerken. Stedelijk Gymnasium Leiden organiseert reading groups over Virginia Woolf, waarbij men digitaal overlegt over Mrs. Dalloway. En overduidelijk gaat het hier over literatuur, maar in een digitale omgeving waarin je met elkaar moet samenwerken. Dus ook aspecten van digitale geletterdheid komen aan de orde. Maar heel erg in de juiste context waarin je aan het integreren bent, hoe lastig dat ook is. En jong leren, een schoolbestuur voor primair onderwijs, is taalonderwijs met digitale geletterdheid aan het combineren. En kinderen die eerst misschien een brief schreven aan de koning, worden nu uitgedaagd om een mail op te stellen, waarbij ze ook uitleg krijgen over wat mail precies behelst. Dus heel mooi die integratie in de juiste context. En dat brengt mij bij eigenlijk mijn samenvattende slide, een beetje cryptisch geformuleerd. Wil je een stap verder in je eigen organisatie en je collega's meekrijgen, dan zou het zo mooi zijn om toch ook voorbij de eigen ICT'ers te komen en te zorgen dat de docent Nederlands, de docent geschiedenis enthousiast wordt.
Dus uiteraard is dat iets digitaals, maar het is vooral in de context van bestaande leerinhouden, waarbij je hopelijk de geschiedenisdocent of de docent Nederlands doorkrijgt dat een les er ook op vooruit kan als je de hele digitale context op een goede manier in je les betrekt. En nou ja, dat even ter afsluiting van mijn slide en mijn presentatie. Mijn collega Nadja Demaret is iemand die ik ook wel als best practice wil noemen. En ik heb mijn presentatie nu even afgesloten, zodat Nadja haar verhaal tevoorschijn kan toveren. Nadja, even ter introductie van jou. Je was werkzaam als schoolleider. En je bent nu werkzaam bij Kennisnet en we kennen elkaar uit de periode waarin er werd gewerkt aan de leerlijn digitale geletterdheid. Daar ga je nu meer over zeggen. Maar jij bent iemand die nu werkzaam voor Kennisnet, maar ook in de praktijk haar dingen heeft gedaan en waar je nu meer over gaat vertellen. Ja, dankjewel Remco. Sterker nog, ik zit hier met een dubbele pet. Ik ben nog steeds schoolleider. Nog een dag in de week sta ik nog steeds met heel veel plezier met mijn voeten in de klei, moet ik maar even zo te zeggen. En de andere dagen werk ik inderdaad nu als adviseur digitale geletterdheid voor Kennisnet. Ik ben me ervan bewust dat ik dus uit de PO-praktijk ben en niet vanuit het VO. En nou, de meeste toehoorders komen op dit moment wel uit het VO. Maar ik hoop toch dat ik jullie kan inspireren, want ik geloof wel dat het verhaal van mijn school, dat wellicht wat universeel is. En mocht je aan het eind van de komende, ik hoop 8 minuten, meer willen weten over mijn verhaal, dan staat dat ook in het handboek Digitale Geletterdheid. En die link die zal wellicht zo nog even in de chat voorbij komen. En anders wordt die ook in mail nog naar jullie verzonden, die jullie nog zullen ontvangen. Nou, als ik denk aan nadenken over digitale geletterdheid, dan kan ik als schoolleider teruggaan naar ongeveer 2014. Remco zei het al even. Toen bestond in voorbij het team waar ik op dat moment werkzaam was, het besef dat de wereld niet alleen drastisch aan het veranderen is, maar dat veranderingen dankzij de technologie ook steeds sneller gaan. En dat alle veranderingen ook steeds sneller op het onderwijs afkomen. En we beseften dat we actief iets moesten gaan doen met digitale geletterdheid in het onderwijs. En niet iedereen op zijn eigen houtje, in zijn eigen leslokaal, op basis van affiniteit of wat je er toevallig zelf van afwist, maar structureel en schoolbreed. Ook zagen we dat heel veel leerlingen eigenlijk maar weinig meekregen van thuis en dat wij toch al snel dachten dat ze veel meer konden dan dat ze daadwerkelijk beheersten. Voor ons reden te meer om een versnellingsvraag in te dienen bij de PO-raad en samen met ouders en leerlingen digitale geletterdheid vanuit een breed gedragen perspectief aan te pakken. En dat bleek het begin te zijn van een transitietraject waarin we niet alleen, zo bleek achteraf, digitale geletterdheid hebben uitgewerkt, maar uiteindelijk hebben geleerd om vanuit eigen regie in te spelen op alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Binnen het onder andere het technische domein. Dan ga ik even proberen of ik hier. Die deed hij net even niet. Ja, nou, als het goed is, zien jullie ook zo meteen een volgende slide voorbij komen. Nou, het paste bij ons als vrije school om niet met allerlei winden mee te waaien, maar echt dicht bij onszelf te blijven. En met die winden bedoel ik dan uitgevers of allerlei overigens hele interessante en goede online programma's. Maar we besloten vanuit een pedagogisch en sociaal-emotioneel kader te denken. En ook vanuit dat kader naar digitale geletterdheid te kijken. Omdat dat kader, dat pedagogisch en sociaal-emotionele gebied, dat bij ons als school paste. Ik wil ook iedereen bijna aanraden van ga kijken wat pas bij jullie school. Dus dit is niet de enige manier, maar dat paste toevallig bij ons team. Dat betekent overigens dat ook het aanleren van vaardigheden en kennis nog steeds belangrijk bleef. Maar dat de bril waardoor wij keken
onze pedagogische visie op onderwijs was. Met andere woorden, persoonsvorming werd voor ons in dit proces de leidende factor. We bepaalden 12 kwaliteiten of pedagogische doelen die voor ons centraal staan in de persoonsvorming binnen de schoolmuren. Er zijn er natuurlijk nog veel meer dan deze 12. Als het goed is zien jullie ze ook verschijnen. En die 12, dat werd ons pedagogisch kompas, zo noemden we het op een gegeven moment ook. En vervolgens hebben we bepaald op welke van deze 12 kwaliteiten het ontwikkelen van digitale vaardigheden invloed heeft. Waar versterkt het en draagt het positief bij aan de persoonsvorming van leerlingen? Maar waar zien we ook mogelijk negatieve invloeden op leerlingen en hebben we wat te compenseren in hun ontwikkelproces? Bijvoorbeeld, misschien herken je dat zelf ook wel, als je 3 kwartier leerlingen leert coderen of heel intensief achter dat scherm bezig bent, dan doet dat wat met je. En dat doet wat, ik denk dat de meeste mensen dat wel herkennen, dat doet iets met je vitaliteit. En het gespreksonderwerp was vervolgens, onderling eerst in het team, hoe leer je weer jezelf energiek voelen als je je laptop dichtklapt? Wat ga je dan doen? Wat werkt voor jou? En hoe zorg je ervoor dat ook de leerlingen weer energie krijgen nadat ze een les coderen hebben gehad of iets anders achter een beeldscherm? Bijvoorbeeld door ze handenarbeid te geven daarna of je lessen zo in te plannen dat de pauze daarop volgt en dat ze lekker buiten kunnen uitrazen en weer energie op kunnen doen. En het mooie is natuurlijk ook om het daar met de leerlingen juist weer over te hebben. Hoe ervaren zij dat? Dat ze ook die bewustwording daarvan krijgen. Nou, de antwoorden die wij formuleerden rondom het positief bijdragen aan de persoonsvorming, ofwel daar wat te combineren of te compenseren hadden, die zeiden iets over onze waarden. En deze waarden hebben wij vertaald naar onze visie op digitale geletterdheid. En in plaats van het er steeds over te hebben, dacht ik het ook wel aardig om hem gewoon maar even te presenteren. En je mag hem zeker overnemen en je mag hem het liefst nog verbeteren, aanscherpen en op maat maken van jouw school. Want Vrije School Wieder is zich bewust van de digitale ontwikkeling en ziet het als haar opdracht om leerlingen samen met ouders te leren bewust, autonoom, creatief, veilig en gezond met digitale middelen om te gaan. Zodat onze leerlingen zich ook in de digitale wereld aardig, waardig en vaardig kunnen bewegen en ontwikkelen. Ook deze, we hebben een leerlijn nog ontwikkeld, dat zie je eronder staan. Ook deze link zal nog jullie toegestuurd worden. Daar zie je hoe we hem verder hebben uitgewerkt. En ook dat is een open source, dus gebruik hem als je hem kan gebruiken. En je kan met goede ideeën ook altijd weer ons van goede ideeën voorzien. En ook al zijn we nog steeds blij met onze visie, en bleek het half maart een stevige basis te zijn voor het organiseren van les op afstand, ook zorgde de coronacrisis voor een gezonde reality check na een aantal jaren. Het werd een beetje onze waarde versus dat wat werkt en nodig is om ook in tijden van les op afstand te voldoen aan de onderwijsinspectie die je nou eenmaal hebt als school. Want er werkten zaken wel en er werkten niet als wij vanuit onze visie bleven kijken. Wat werkte was dat we in ieder geval een sterke basis hadden waar we op konden terugvallen. Een basis van waaruit wij steeds konden bedenken wat vraagt de huidige situatie van ons. En steeds vanuit onze eigen regie. Want het gesprek daarover hadden we al lang gevoerd. En uiteraard in de tussentijd ook steeds blijven voeren. Onze visie werd als het ware een snelle checklist. En dat zorgde ook voor conflicten met de oorspronkelijke waarden. Een voorbeeld van zo'n conflict is bijvoorbeeld dat een les op afstand geven met een Hangout Meet, een Teams of een Zoom of iets dergelijks in groep 3. Dan zijn kinderen ongeveer 6 jaar.
dat zat natuurlijk helemaal niet in onze digitale leerlijn verweven. Dat zou pas veel later in de ontwikkelingsfase van een leerling aan bod komen. En toch moesten wij aan onze onderwijsopdracht voldoen. We moesten onderwijs geven. En dat het kort gezegd niet aansloot bij ons pedagogisch kompas. Ondanks dat hebben we toch besloten dit aan te gaan en ouders daarbij te betrekken. En dat betekende samen grenzen verleggen, open zijn in het feit dat, dat het soms niet stroomt. Dat het tegen al je gevoel ingaat. En wat wellicht nog veel belangrijker is, dit hebben we ook met onze leerlingen besproken, hoe klein en jong ze ook waren. Je kan heel goed met ze bespreken, en zeker ook met de leerlingen uit het middelbaar. Wat doet dit met je? Hoe is het om iemand maar half te zien? En hoe lang kan je je eigenlijk goed concentreren op een les die je vanuit een beeldscherm aangeleverd krijgt? En hoe voel je je na een les op afstand? En wat moet je weer doen om energie te krijgen? Of juist heel veel energie kwijt te kunnen? We bekeken ook uiteraard de meerwaarde die het bracht. Want les op afstand had op een aanzienlijk deel van de leerling ook juist een heel positief effect. Bijvoorbeeld op de kwaliteit leermotivatie. Heel veel kinderen hadden er baat bij om vanuit huis zonder heel veel afleiding van allerlei klasgenoten bijna één op één met een ouder les te krijgen. Dus zo bleek de bril van ons pedagogisch kompas ook in coronatijd nog steeds te werken. Maar we werden wel uitgedaagd in het anders, om onszelf anders te verhouden tot onze waarden. En als ik nu, zoals ik juist deed, weer onze visie teruglees, dan kan ik me zomaar voorstellen dat er door de coronaperiode opnieuw bij mij op school visieverkennende gesprekken zullen gaan plaatsvinden in het nieuwe schooljaar. En dat dit uiteindelijk zal leiden tot een aangepaste invulling van de leerlijn digitale geletterdheid die we hebben gemaakt. En zelfs zal leiden tot een aangepaste visie. En daar ben ik ook wel blij om. Want vanuit visie werken voor mij betekent niet het is af. We hebben een visie en nou kunnen we de komende 5 jaar verder. Een visie hebben betekent juist dat je ruimte leert houden voor alle veranderingen die op je afkomen. En daar regie op blijft voeren. Op de wijze zoals jij daar vanuit jouw school, vanuit je team mee om wil gaan. En mijn vraag aan jullie is dan ook, hij staat ook hieronder al geschreven, hij zal ook nog zo even in de chat door Harriet gedeeld worden. Wat zou er in jouw school ontstaan als je, na corona weer, als je tijd en ruimte creëert om met elkaar en met leerlingen in gesprek te gaan over jullie collectieve visie op digitale geletterdheid? En wat heb je daarvoor nodig om dat te doen met elkaar? Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Nadja. Ja, aan jullie de vraag om te reageren op de vraag van Nadja, die dit door Harriet ook in de chat is gezet. En terwijl jullie dat doen, hoop ik dat jullie doen, toch ook even aan Harriet de vraag. Harriet, je hebt gemodereerd in de chat, je hebt vragen toegelaten, gepubliceerd. Wat valt je op? Wat voor reacties komen er zo al binnen? Ik merk dat er regelmatig al wel vakbreed en vakverdiepend wordt gekeken naar digitale geletterdheid. Dus er zijn kruisverbanden genoemd. Verder was er een vraag aan Nadja of er een soort volgordelijkheid zag in de waarde van het pedagogisch kompas. En daar was ik zelf ook wel benieuwd naar. Nadja? Ja, ik weet niet of iemand de Reis van de Held kent. Als je daar wat in verdiept, dan herken je daar wat elementen uit. Die hebben we ook weer losgelaten. En uiteindelijk
Maar dat vergt veel gesprek en wellicht niet voor nu, maar ik kan daar wel een kleine notitie over nasturen. Maar de travel of the hero, dat komt zeker daarin terug. Mariette, heb jij nog een opvallende vraag die we misschien aan een van de sprekers kunnen voorleggen, Allard of Hans? Ik scroll nog even naar boven. Ik heb geen opmerking van iemand waar we wellicht wat aan hebben. Nou, de vraag leren over digitale technologie. Hoe diep gaan we? Sociale media vind ik sowieso inclusief. Daar heb jij al op gevraagd, hoe bedoel je exclusief? Hoe bedoel je inclusief? Ja, Allard, zou jij die vraag kunnen beantwoorden? Hoe diep gaan we? Of Hans? Ja, maar dan kom ik inderdaad eigenlijk op dezelfde vraag uit als jij. Allard Strijker van SLO. Ja, ja, en wat bedoel je met inclusief? En of dat dan bij de mensen thuis of bij de huissituatie hoort of toch op school. Het punt is wel van hoe diep gaan we, dat is nogal een heel andere belangrijke vraag. En dat is ook iets wat we op dit moment nog met ontwikkelscholen aan het uitproberen zijn. Dus ook in het doorontwikkelen van de kerndoelen die we eigenlijk waar we mee bezig zijn in het traject voor curriculum.nu. Is steeds wel de vraag van hoe ver moeten we gaan met digitale geletterdheid. En wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij. En ook hoeveel moet je bijvoorbeeld op de basisschool al doen. Wat moet je in de onderbouw doen van voortgezet onderwijs. En dat is dus nog vooral wel een zoektocht. Goed, er zijn veel meer vragen nog. We willen zo meteen door naar het tweede deel. Hans, mag ik jou vragen? We nemen er even geen presentatie bij, maar ik ga jou gewoon in beeld brengen. Met jou goed vinden. Kun jij gewoon kort toelichten wat we zo meteen gaan vertellen? Ja, we hebben een overzicht gekregen van een aantal interessante aspecten van digitale geletterdheid. Maar we zijn begonnen met de relatie te leggen tussen wat er gebeurd is in tijden van corona op scholen met onderwijs op afstand. En aan de andere kant digitale geletterdheid. En waar we ons in het project mee willen gaan bezighouden, is de vraag hoe kunnen we vanuit de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen periode, volgende stappen zetten. En dat kan zijn zowel bij les op afstand of digitalisering binnen het onderwijs, als met digitale geletterdheid. En als scholen zeggen, ja, dat les op afstand en die digitale middelen, wij gaan het weer doen zoals het altijd gewend waren, maar dan nog, kunnen scholen wel zeggen, nou, dat onderwijs over digitale technologie, digitale geletterdheid, dat vinden we belangrijk. En daar willen we verder mee. Maar dan wel vanuit de ervaring die we hebben opgedaan. De meeste leraren zijn vaardiger geworden in het omgaan met digitale technologie. En hoe kunnen we die winst die daar geboekt is, kapitaliseren, in kaart brengen en van daaruit verder gaan met het vormgeven van digitale geletterdheid in het onderwijs. Dat is in een notendop waar het om gaat. Ja, welke stappen zijn gezet de afgelopen periode? Welke volgende stappen kun je op basis daarvan zetten? Ja. Om daadwerkelijk een stap verder te komen in je schoolorganisatie met digitale geletterdheid en digitalisering in het algemeen. Goed. Op mijn klokje is het nu 4:55. Wij gaan, stel ik voor, 4:55. Dus 16:35. We nemen 7 minuten. Tot die tijd, we hadden dan een presentatie met een glas cola in beeld. Dus ga helemaal los, zou ik zeggen. Even bij uw beeldscherm vandaan. Neem een drankje. En kom dan over 6 minuten terug. Dan gaan we iets weer toelichting geven op het plan dat we hebben om met een beperkt aantal scholen praktijkonderzoek te gaan doen. Praktijkonderzoek digitale geletterdheid. In en na tijden van corona. Tot zo.
Ja, het is 5:30. Cola is op. We gaan Hans de Vries van SLO. Ik heet Remco Pijpers, de stem die u hoort van Stichting Kennisnet. Verder met het verhaal over het praktijkonderzoek dat we van plan zijn na de zomer te starten met enkele scholen. Hans, mag ik jou het woord geven? Wat gaan we doen? Wat is het plan? Ja, wat gaan we doen? Ik zei net voordat we allemaal aan de cola gingen, in hele grote trekken wat de bedoeling was. In feite maken we de balans op van de afgelopen periode. Met de scholen die gaan meedoen, hè, met de deelnemende scholen. Allereerst inventarisatie maken van wat hebben scholen nu precies gedaan in die periode van afstand, welke digitale middelen hebben ze zo al ingezet. En de tweede vraag is dan welke aspecten van de digitale geletterdheid zijn daarbij geraakt. Hè? Ik zeg met opzet geraakt en niet ontwikkeld, omdat vaak het lesgeven met digitale technologie en het leren met digitale technologie voorop stond. En die digitale geletterdheid aspecten die waren zoals wij vermoeden wat meer onbewust aanwezig. Maar het is wel goed om te kijken, wat hebben we nu gedaan in die tijd en welke aspecten van digitale geletterdheid hebben we dan onbewust of misschien wel bewust geraakt, waar zijn we bezig geweest, maar vooral ook welke niet. Want er werd net een vraag gesteld naar hoe diep moet het allemaal gaan. In ieder geval is het wel zo dat de voorstellen van het ontwikkelteam een bepaalde breedte van digitale technologie beogen. En die breedte die behelst zowel het leren omgaan met digitale technologie, maar ook het begrijpen hoe werkt het. Het wendbaar om kunnen gaan met digitale technologie. Daar creatief mee kunnen zijn laten merken van wie je bent. Maar ook gewoon voor het maken van werkstukken en zo. Maar zeker ook de morele component, de ethische component, de componenten van privacy, wat kan, wat mag en wat ook vooral niet. Die breedte, die speelt op elk niveau, zowel op het niveau van de basisschool als op het niveau van bovenbouw, voortgezet onderwijs en alles wat ertussen zit. En die twee vragen waar ik het net over had, die willen we samen met scholen onderzoeken en dat noemen we dan praktijkonderzoek. Het is geen representatief onderzoek, maar echt een onderzoek dat zich richt op wat er op scholen gebeurd is die aan dit traject gaan meedoen. Kleinschalig, niet representatief, maar wel kwalitatief. En wie doen dat onderzoek? Dat zijn SLO, Kennisnet? SLO, Kennisnet, Hogeschool Leiden doet eraan mee. Het is ook de bedoeling om daar leraaropleiders bij te betrekken om die... Om hun deskundigheid te kunnen benutten, maar ook om hen in de gelegenheid te stellen te leren van wat er gebeurd is, zodat ze daar in hun context ook weer gebruik van kunnen maken. Dus, en de scholen spelen er uiteraard een belangrijke rol in, want we zouden het wel mooi vinden om als partners op te trekken en de know-how en de ervaringen van die scholen volop centraal te zetten. Ja, en daar zit dan ook know-how van de verschillende organisaties omheen. Ja, zeker. Ja, dat klopt. En ik hoop dat de verschillende invalshoeken en expertises afgelopen webinar ook zichtbaar zijn geworden. Dus we willen echt als ondersteunende organisaties onze expertise inzetten om scholen een stapje verder te brengen. Ja, want je zegt een stapje verder brengen. Enerzijds maken we dus de balans op. En we kijken eigenlijk waar sta je op dit moment. En vervolgens gaan we zien hoe je verder kunt. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, precies. Dus de tweede helft van de sheet die nu op het scherm staat, die heeft een betrekking op. Hè. Dus hoe kunnen we, na die inventarisatie is de vraag, hoe kunnen we volgende stappen zetten? Zowel bij het benutten van digitale technologie om onderwijs te verzorgen en om te leren. En tegelijkertijd te werken aan digitale geletterdheid. En als dat leren met digitale technologie voor een school minder interessant zou zijn, dan is het zeker interessant om te kijken, we hebben heel veel geleerd de afgelopen periode, hoe kunnen we wat we geleerd hebben gebruiken om digitale geletterdheid
het onderwijs erin te starten. Of als we er al mee bezig zijn om het een boost te geven, een extra injectie, een versnelling. Dus die geleerde lessen zichtbaar maken en dan bewust, bekwaam, heb ik het dan maar even genoemd, verder gaan. Dat is in principe wat we beogen met dit praktijkonderzoek. En om eigenlijk meteen de toegevoegde waarde van dit praktijkonderzoek te vermelden en ook deelnemen daaraan. Ja, dit zijn op zich ook vragen waar je zelf over kunt nadenken. En wat maakt het dan toch de moeite waard om juist met deze vragen samen met SLO, KennisNet en de Hogeschool Leiden aan de slag te gaan? Ja, ik denk dat dat interessant is dat scholen in een netwerk optreden. Dus ook van elkaar kunnen leren, elkaars ervaringen kunnen benutten. Daarom doen we dat netwerk. Maar het is ook heel duidelijk wel de bedoeling dat SLO, KennisNet, Hogeschool Leiden, dat die aan het eind van het traject, en ik kom zo op de planning uit, ook wel reflecteren op wat er op individuele scholen gebeurd is. En scholen voorzien van tips, aanwijzingen, bemoediging over hoe zij verder zouden kunnen gaan. We gaan geen advies geven, maar we gaan wel kijken van wat zien we gebeuren op scholen. En waar liggen volgens ons, met de blik van de buitenstaander, die er ook een beetje verstand van heeft, waar liggen volgens ons mogelijkheden? En welke tips kunnen we daarbij geven? En het is een generiek traject, maar wel degelijk ook op maat gekeken naar scholen en hun context. Naarmate het project vordert. Naarmate het project vordert. Hè. Dus, ja. Als we even kijken wat we dan beogen, dan beogen we twee netwerken in te stellen. 10 basis, één netwerk voor basisonderwijs, 10 basisscholen en één netwerk van 10 VO-scholen. Dat hoeven er niet per se 10 te zijn, 1 meer of minder mag ook. We hebben wel een soort ondergrens van 5. Want als het er minder wordt dan 5, dan verliest het een beetje zo'n massa. En ook het netwerkcontact loopt dan risico. Dus zo tussen de 5 en 10 per sector, daar mikken we op. En in elke sector wel tenminste één school voor speciaal onderwijs. Om ook dat aspect van het onderwijs bij dit traject te betrekken. Daarna zou het mooi zijn als er een bepaalde spreiding was over verschillende onderwijsconcepten. We hebben net een heel mooi verhaal gezien van Widar, een vrije school. Er zijn allerlei onderwijsconcepten die vanuit een bepaalde eigenheid en een eigen visie naar digitale geletterdheid kunnen kijken. En in die verscheidenheid zou ook heel veel rijkdom kunnen zitten. Dus scholen met verschillende onderwijsconcepten, pedagogische, didactische achtergrond, zouden we op prijs stellen. En ook wel scholen die misschien wel verschillen in beginsituatie. Scholen die nog moeten beginnen met digitale geletterdheid en scholen die al een stukje op weg zijn en die verder willen met waar ze mee bezig zijn. Om zoiets ook in een school goed uit de verf te laten komen, heb je ook binnen de school enige massa nodig. Dus we willen dan zeker ook wel 1 beleidsmaker per school aan kunnen spreken, mee laten doen. En minimaal 2 leraren, zodat binnen de scholen ook een groepje van minimaal 3 mensen bezig is om de ontwikkelingen binnen die school in kaart te brengen en in de tweede fase van het project ook plannen te maken om stappen verder te zetten. Dat moet niet een eenmans- of eenvrouwsactie worden. En die ambitie om structureel werk te maken van digitale geletterdheid, die verwachten we eigenlijk ook wel. We hebben, voor zover wij dat konden inschatten, en dat is altijd een beetje gissen, maar we hebben er het met z'n allen wel even goed bekeken. Wat is de tijdsinvestering? Die is, denken wij, overzichtelijk. Hè? Dus een dag of 3 per deelnemer. Die betrokkenheid van die lerarenopleiders, daar had ik het net al over gehad. Dus dit wat betreft de organisatie. Ja, en 24 uur per persoon. Stel dan dat... Ja, ook maar 1 persoon per school nodig is om mee te doen.
Of je zegt zelf, één beleidsmaker en minimaal twee leraren. Dus dat is al met al best wel wat tijd. Maar wel verspreid over een langere periode, toch? Wel verspreid over een wat langere periode. Dus dan is het misschien handig om even te kijken naar de planning die we voor ogen hebben. We hebben vandaag een webinar en aanstaande donderdag eentje voor het primair onderwijs, voor de basisscholen. En deelnemers aan de webinars die krijgen vrij snel na de webinar een mailtje met een link naar een inschrijfformulier. En we stellen de deadline, volgens mij staat hier niet helemaal een goede deadline. Ik dacht dat we 15 juli hadden afgesproken als deadline voor aanmelding. Dus nog wel voordat de zomervakanties beginnen. En dan kunnen we met SLO, Kennisnet, Hogeschool Leiden de zomermaanden benutten om te kijken hoeveel belangstelling is er. En de scholen die zich gemeld hebben voldoen die enigszins aan het profiel waar we het net over hadden. En we willen dan eigenlijk zo snel mogelijk nadat de scholen weer aan de slag zijn met de scholen die volgens ons waardevolle deelnemers aan het netwerk zouden kunnen zijn, een intakegesprek voeren. En dan willen we zo snel mogelijk in het laatste kwartaal van dit jaar dat we onderzoek starten. 21 die inventarisatie afronden. Dan vanaf januari, zeg maar, na de kerst, scholen stimuleren, uitnodigen om ideeën voor het vervolg te ontwikkelen. Dat zou dan klaar moeten zijn eind maart, zeg maar, globaal. En dan willen we aan het eind van die rit een plenaire bijeenkomst organiseren. Wellicht dan weer live, zodat we elkaar ook kunnen ontmoeten en in de ogen kunnen zien. Als niet anders kan, weer online. En Kennisnet, SLO, Hogeschool Leiden willen ook wel een publicatie maken waar die we ter beschikking stellen ook voor andere scholen, waar andere scholen wellicht dat aan zouden hebben bij stappen die zij willen zetten. En wat ik net al zei, per deelnemende school organiseren we een reflectiegesprek waarbij Kennisnet en SLO ons geleiden reflecteren op wat we op de betreffende school zien gebeuren. En waarbij we ook proberen vanuit onze expertise te helpen met wat tips en misschien verwijzingen. Dat is globaal de planning die ons voor ogen staat. Had je hier nog een slide achteraan, Hans? Of hebben we dit? Want dan, ja, er is dus een linkje. Die is al bekend, maar die sturen we ook nog een keer na. In een mailing aan alle scholen die zich hebben aangemeld voor het webinar. Nog even één vraag. En ik wil het even cyclisch maken. We zijn begonnen met wat context en perspectief. Om daar dan toch nog even een vraag over te stellen. Want in maart heeft de Tweede Kamer het gehad over curriculum.nu. De Kamer was niet klaar. De bedoeling was dat daarover zou worden doorgesproken en mogelijk een besluit over zou worden genomen. Digitale geletterdheid is onderdeel van het hele curriculum.nu pakket. Ja. Toen brak corona uit. Ik weet dat je achter de schermen met allemaal mensen praat en je kunt natuurlijk niet alles vertellen. Zolang we geen helderheid hebben. Maar is er toch een tipje van de sluier op te lichten als je het hebt over dat perspectief? Hè? Wordt er binnenkort wat bekend? Mag je daar iets over zeggen? Jij zit dicht op het vuur. Ja, nou ja, ik kan er wel wat over zeggen. Er is vorige week, begin maart was er een debat in de onderwijscommissie. Dat wat had een vrij negatieve toonzetting, vond ik. Maar in de tussentijd heeft iedereen er nog eens goed over nagedacht. De minister heeft goed geluisterd naar wat de Kamer wel en niet wilde. Er is begin vorige week, een brief van de minister geweest over het vervolg van curriculum.nu. Er zijn vorige week moties over ingediend, morgen wordt er over gestemd. Maar de algehele teneur is wel dat dit traject doorgaat. En dat we dus, verderop in dit jaar gaan beginnen met het maken van nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En dat begin volgend jaar ook voor de bovenbouw wat trajecten voor vakvernieuwing gaan beginnen.
Waar digitale geletterdheid voor de bovenbouw dan uiteraard ook een plek voor zou moeten krijgen. Dus zoals het er nu naar uitziet, komen er kerndoelen voor digitale geletterdheid. En zal, na een periode van piloten, twee jaar, dus in 12 maanden worden die kerndoelen gemaakt. Eind 2021 moeten die klaar zijn. Dan hebben we het anderhalf schooljaar de tijd om te piloten op scholen. En daarna worden die kerndoelen vastgesteld. En dus in 2023 zullen alle scholen met een vernieuwd curriculum aan de slag gaan naar het zich laat aanzien nu. Waarin een mooie plek voor digitale geletterdheid. Oké, en kijkend naar de context die jij nu schetst, dan lijkt het me, en ik spreek natuurlijk voor eigen parochie, omdat ik met jou en collega's dit mede organiseer, dan lijkt het me voor scholen een behoorlijk, niet alleen een investering, maar dat het ook wel degelijk wat op kan leveren voor scholen om mee te doen. What's in it voor them in het kader van de context die je nu schetst? Nou ja, wat levert dat ze op als je kijkt naar die nabije toekomst die er toch wel goed uitziet, ook voor digitale geletterdheid? Scholen kunnen anticiperen op wat er gaat komen. Ik weet dat er heel veel scholen zijn die vinden dat het hoog nodig is om met digitale geletterdheid iets te doen. En dat het eigenlijk niet kan dat je als school op dit moment niks aan doet. Dus je kunt zowel in het kader van dit project weer een boost geven aan wat je zelf belangrijk vindt. En daarmee ook anticiperen op wat er gaat komen na 2023. En het aardige is dat wij vanuit SLO volop meewerken met het maken van die kerndoelen. En dat we natuurlijk de scholen die nu dat project instappen. Die zitten op de eerste rij eigenlijk. Volop mee kunnen laten profiteren van onze kennis van de ontwikkelingen. Ja, dus het is een tijdsinvestering, maar je bemachtigt wel een plekje op de eretribune. Ja. Op de voorste rij. Je zegt het altijd zo mooi, Remco. Ja, ja. Ja, jij bent degene die Nederlands heeft gestudeerd, ik niet. Maar toch, ik heb van jou geleerd, hè? Zo zullen we het maar zeggen. We hebben nog een paar minuten. Iedereen, de mensen die nog aanwezig zijn, met hopelijk ook interesse om deel te nemen. Die willen zo natuurlijk ook klaar zijn, hebben andere dingen te doen. En toch, ik wil u toch nog de kans geven om een vraag te stellen aan Hans en de anderen. Maar ik neem aan dat de vragen die er zijn vooral aan Hans gesteld zijn, worden. Dus heeft u een vraag? Ik zie er al één in de chat, Remco. Wat ja? Krijgt de school ervoor terug? Hè? Dat is best een investering. Eigenlijk hebben we dat al een klein beetje de revue laten passeren. Dus informatie uit de eerste hand over wat er gebeurt met die kerndoelen. Zelf als school boost geven aan wat je belangrijk vindt. Van elkaar leren in het netwerk. Maar zeker ook, denk ik, de terugkoppeling aan het eind van het traject vanuit het perspectief van Kennisnet SLO over zou leiden. Dus echt een advies van mensen die er ook een beetje verstand van hebben. En dat kan ook helpen bij de volgende stappen die scholen willen zetten. Ja, en ook al ben je als school nog niet enorm ver, dan nog zijn wij buitengewoon geïnteresseerd in deelname. Zolang de school maar daadwerkelijk ook vooruit wil. En uit wat je nu net vertelt, blijkt wel dat je straks ook gewoon vooruit moet. Dus waarom nu niet aanhaken? Ja. Goed, zijn er nog vragen? Want het zou fantastisch zijn als we gewoon 5 voor 5 kunnen stoppen. Ik ga duur van het project. Dico Krommehoek stelt die vraag nog 8 minuten geleden. Misschien dat we dat nog kunnen herhalen. Wanneer ronden we echt af? Eind eerste kwartaal 2021. Ja, dan zullen we zeker ook plenair afsluiten. Het liefste fysiek en anders digitaal. Dus dat wordt een klein feestje waarop we scholen in het zonnetje gaan zetten. Goed, Ed Eurlings nog wat vragen. Nou goed, we gaan afsluiten.
Dank voor de aandacht van iedereen. Zeker ook van de mensen die zijn gebleven. U krijgt dus nog een mailing met daarin een linkje naar het aanmeldformulier. Om mee te doen aan het praktijkonderzoek digitale geletterdheid. Als later blijkt dat het toch niet lukt, dan kunt u er altijd weer onderuit. In de presentatie stond deadline 30 juni, maar dat wordt dus 15 juli. Ja, vlak voordat iedereen met zomervakantie gaat. En we hopen dan zo snel mogelijk te kunnen laten weten of we met uw school door kunnen. Minimaal 5, maximaal 10. Ook plek voor het speciaal onderwijs. Donderdag nog een webinar voor het primair onderwijs. Dus heeft u in het bestuur ook nog scholen voor het primair onderwijs, dan bent u daar misschien ook te vinden. Voor nu zou ik zeggen, dank u voor uw aandacht. Dank Hans voor jouw verhaal. Dank Allard Strijker van SLO voor jouw perspectief op de inhoud. Dank ook collega Natja en collega Harriet voor het modereren. En zeker ook veel dank aan collega Sammy voor het helpen. Dank iedereen en hopelijk tot gauw. Tot ziens. Wij blijven nog even hangen. En de SLO'ers en de kennis. Zal al inkomen? Maar dan moet de rest dus inderdaad, alles wat dan ook gezegd wordt, wordt dan ook nu dus, wordt dan ook gedeeld met iedereen die hier zit te kijken. Op de live gebeurtenis, dat is wat de deelnemers zien. Maar het praten, dat wij nu met elkaar praten? Dat weet ik niet. Maar dat denk ik wel. Dat wordt nu ook gepubliceerd. Ja, dat denk ik wel hoor. Nou, ik heb het scherm voor me. Geen idee of we al bezoekers hebben, maar welkom allemaal. We gaan zo beginnen. Om ongeveer 3:30. Nee, precies om 3:30. Allard, geef je mij een seintje? Als er iemand op start klikt, of is dat al gebeurd? Dat is al gebeurd. Dus okay. Je was net al live. Oké, nou goed. Voor iedereen die dit meekrijgt, kijk je achter de